Yo mensen, Jaraskeren, wacht bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 singleplayer video hier op mijn kanaal Rassus Gaming. Ik dacht van weet je, we gaan weer een keertje gewoon in de singleplayer kutten. Ik speel met Trevor zoals je kan zien, ik zit hier lekker in mijn eigen auto. En ten eerste moeten wij Trevor eventjes een makeover gaan geven. Want wat wij willen gaan doen is, wij willen, als Trevor een makeover heeft gehad, een paar winkels gaan overvallen. En daarna proberen te ontsnappen aan de politie, zodat we natuurlijk wat meer geld hebben. Dus ten eerste zullen we natuurlijk eventjes wat kleertjes gaan kopen. Dus eventjes kijken waar het ook weer zit. Volgens mij hier rechts van me. Dus even voorsorteren. Gaat hier geen stoplicht, dus je hoeft niet te wachten. Bye bye, huppatee. We moeten ons natuurlijk nu nog eventjes netjes aan de regels houden. Kijk, stoppen voor rood licht. Dat doen we mooi even niet. En eventjes wat kleertjes voor hem kopen. Hallo jongens, ik hou me aan de regels. Niks aan de hand. Kijk eens inparkeren. Kijk eens hoe mooi wij dat doen. Hier. We hebben geen enkel ongeluk veroorzaakt. Niks aan de hand. We hebben nog geen politie achter ons aan. Maar kijk, zo kan je natuurlijk geen bank overvallen. Want dit ziet er gewoon niet uit. Dus een dikzak. Kijk hem kijken, ouwe. Kijk die kop. Hey joh. Hey joh, wat moet je? Hey joh. Kijk die kop. Oh my god. Whatever. Ja, dat vind ik ook, maat. Weet je wat we daar tegen te zeggen hebben? Ren. Bye bye. Oprotten. Oké. Okay. We hebben nog steeds niemand vermoord. Het is een nieuw record volgens mij. Dus we gaan eventjes wat kleertjes kopen hier ook binnenin. Dus hallo mevrouw, ik zoek een pak. Verkoop je ook paks of jij hebt echt één fucking kutwinkel, ouwe. Hier kan ik toch niks moois kopen? Are you fucking kidding me? Mevrouw, ik vind alles heel erg leuk. Ga je nou serieus? Gaat serieus dekking zoeken? Achter een houten... Ik heb het gehad, Hiro. Ik heb het helemaal gehad, Hiro. Je verkoopt nog eens de goede kleren. Knal dat ding open, huppatee. Give me some money. Hier, $89. We hebben al $89 verdiend. En het enige probleem dat we nu hebben is... Oh, kut. We hebben nu al politie achter ons aan. Oké, okay, fuck. We moeten hier weg. We moeten hier weg. We moeten hier weg. We moeten hier weg. We hebben een ontsnappingsroute. Kijk, dan doen we zo. Moeten we even wachten dat deze politie langs gereden is. Even wachten, even wachten. Ja, dan rijdt hij langs. Dan kijkt hij niet het steegje in. Oké, okay, go, 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 go. Oké, okay, let's go, man. We hebben nog niks gedaan. Hier weg, hier weg, hier weg, hier weg. Kut, hij draait zich om. Nee, hij ziet me niet. Hij ziet me niet. Geen ongeluk veroorzaakt. We doen niks. Waar ons aan de regels. Oké, okay, let's go. We zijn de politie nu al ontsnapt. Oké. Okay. Nu moeten we dus eventjes een goede klerenzaak gaan zoeken. Want dit was echt gewoon de grootste baggerzaak ooit. Kut, er rijdt ook een politie voor me nu. Dus ik moet hier naar rechts. Aan de regels houden. Geen ongeluk veroorzaken. Hoppatee. Zo doen wij dat. Oké. Okay. Er zit hier een nieuwe klerenzaak. En ik hoop dat ik daar wel een pak kan gaan kopen. We gaan het zien. We gaan het zien. Oké. Okay. Wat verkopen jullie hier, jongens? Verkopen jullie pakken? Ja, kijk eens aan. Dit is betere werk. Hoppatee. Inparkeren aan de verkeerde kant van de weg. Dat maakt niet uit. En wapen weg doen. Oké. Okay. Hallo, mevrouw. Ik zoek pakken. Ja, ik heb wel hulp nodig, want ik heb mijn eigen afmetingen niet. Oké, okay, suits. Hier gaan we. Hé, eindelijk een normale winkel. Grey suit. Sand suit. Of white suit. Cream suit. Of ash suit. Ik vind deze denk ik het mooiste. Je hebt ook black, dit is gewoon zwart. Maar ik vind deze, deze vind ik wel mooi man. Voor een bankoverval en een winkeloverval. Oké, dat hebben we. Nu moet ik nog even een nieuwe zonnebril, mevrouw. Verkoop je die ook? Die verkoop je hier toch? Mevrouw? Mevrouw? Godverdomme. Ik vind het niet normaal. Ik vind het niet normaal. Je verkoopt toch wel fucking zonnebrillen? Ik heb mijn fucking size gevonden, maar ik heb geen... Godverdomme! Ik kan ook nooit even normaal hier iets doen. Bye! Ik wou een Die mensen snappen het ook niet. Er liggen serieus zonnebrillen in dat ding. In die kast daar, oh. En ik kan ze nog ineens kopen. Die vent die zei... I'm highly trained. Keep your distance. Hé, meneer. Als je zo goed getraind bent, stop dit dan maar eens. Want ik kan godverdomme zonnebril hebben, ja? Je stopt dit dan. En dat kan je niet, hè? Oké, okay, je stapt in de sloeberauto en we gaan weer weg. We gaan weer een zonnebril kopen. Oké, okay, gassen, weg hier. Kut, de politie komt via die kant, dan gaan we via deze kant. Kut, de politie komt ook via die kant. We gaan afsnijden, we gaan ons nog steeds aan de regels houden. We hebben nog steeds niks gedaan. Maar ik wou gewoon mijn zonnebril hebben, maar ja, dat mocht weer niet, hè? Oké, okay, op naar de volgende klerenzaak, want ik heb een zonnebril nodig. Ik heb namelijk nu een lelijke zonnebril, ik wil een mooie zonnebril. Oké, okay, politie. Politie! Omdraaien, niks aan de hand. Gewoon aan de regels houden. Niks aan de hand. Weg hier, rustig aan. Tralalalala, politie die rijdt langs. Dan kunnen we hier weer even terug omdraaien. En dan gaan we door naar de klerenzaak. Kijk eens aan.
Oh, kut, er komt nog een politie aan. Wacht. We parkeren in. Hallo, mevrouw, kijk uit. Dank u wel. Oké, stop. Wachten. We doen niks. Politie komt eraan. We zijn gewoon ingeparkeerd. We zijn gewoon ingeparkeerd. Niks aan de hand. Uh-oh. Waarom stop je precies op dat punt, man? Je kon ook gewoon doorrijden. Oké, nu moet ik ze ontstaan, want ze schieten namelijk op me. Fucking hell. Ik wou gewoon een zonnebril kopen. Weg hier. Go, 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 go. Oké, nu moeten we ontsnappen aan de politie in onze sloeberauto. We hebben nog steeds geen ongeluk veroorzaakt, dus het gaat tot nu toe nog goed. Oké, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Oké, we zijn de politie weer kwijt. Dan gaan we hier naar links, naar links, naar links. Oh, niks veroorzaken. Hier! Hier! We hebben nog steeds niks aangeraakt, hè? Dit is serieus een nieuw record voor mij, man. Inparkeren, even achteruit inparkeren. Ziet er altijd wel mooier uit. Zo, hoppatee! Wij zijn serieus de beste, beste killing machines ooit. Trevor en ik. Even wachten hier totdat de politie weg is. Even wachten. Ja, la, 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 la. Ze checken alles, hè. Kijk maar op die minimap. Ze gaan overal kijken. Ze gaan zometeen misschien wel uitstappen uit een oud... Nee. Dankjewel. Oké. We zijn de politie weer kwijt. Hier kom ik weer. Politie, waar ben je? Waar is de politie? Hij is opeens verdwenen. Oké. Mooi zo. Anyway, we beginnen voor een zonnebril. Dus hier zit de zaak waar ik net die vrouw in heb gekild. Dus daar rijden we dan langs. En dan komen we als het goed is uit bij een andere zaak. Geen ongeluk veroorzaken. Kijk eens aan. Een mooi tussendoor. Prachtig. Doorgetrokken streep. Dat houdt en dat je mag inhalen. Dus alles is goed. Dan moeten we hier volgens mij naar rechts. Kijk uit jongens. Ik wil geen ongeluk veroorzaken. Het is net zo'n mooi autootje, man. Die kan ik zo meteen voor heel veel geld verkopen. Dus pas op. Oké. Hier zit de andere klerenzaak. En dan hoop ik dat ik hier wel een zonnebril kan kopen. Even inparkeren. Zo. Tadaa. Wapen weg doen, want anders... anders krijg ik zo meteen weer de politie achter me aan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zonnebril. Hallo mevrouw. Ik werk alleen met mevrouwtjes, hè, in deze zaken. Oh, kijk eens aan. Een heel rekje zonnebrillen. Let's go. Let's go. Dat willen wij hebben. Oké, wat ziet er een beetje sexy uit? Het moet een beetje eruit zien van... Ze zijn bang voor me. Maar ze gaan er ook weer om lachen. Dus het moet niet te zijn. Het moet niet te zijn. Dit is te, jongens. Ja, een beetje een mooi kleurtje. Heb je ook een mooi kleurtje? Heb je een mooi kleurtje, Trevor? Ja, je zit goed, hè? Kijk, dit is een beetje van... Ik ben op vakantie hier, oh. En ik wil gewoon eventjes iets moois kopen. Maar het is ook weer gewoon iets van... Je gaat eraan, motherfucker! Zo. Hebben we ook mooie schoentjes aan, of niet? Ah, de schoentjes passen er wel bij. Oké, die hoeven we dan niet meer. Zo, dat is gebeurd. Mooie kleertjes, we zijn nog steeds niet gearresteerd, we zijn nog steeds niet dood, we zijn nog steeds niet geraakt. En we hebben nog steeds onze mooie auto die nog helemaal intact is. Dus wat wij nu moeten doen, is wij moeten wapens gaan kopen. En kijk eens wat er aan de andere kant van de weg zit. Een fucking wapenwinkel. Let's go. Weet je wat wel altijd kut is aan een wapenwinkel? De wapens kosten veel te veel geld. Dus wat ik ga doen is, ik koop een wapen, even achteruit inparkeren. En dan knal ik meteen die vent omver en dan moeten we daarna weer ontsnappen aan de politie. Want... Wapens kosten veel te veel geld. Dus, we gaan rustig naar binnen. Staan van die mooie paals voor, zodat ik niet met je auto naar binnen kan rijden. En dan gaan we gewoon gedag zeggen. Hallo meneer! Hallo! Armor heb ik niet nodig, want ik ben toch veel te sterk. En weapons. Oké. Even kijken of we nog wat nieuwe wapens hebben. We hebben een nieuwe shotgun. Die wil ik eigenlijk wel hebben, jongens. Geef die maar. Doen we eventjes een army tint erop. Oeh, die is goud. Ik wil goud. Goud is sexy. Oké. We hebben denk ik ook wel zo'n wapensje nodig. Even ammo ervoor kopen. Extended clip? Ah, het is wel handig. Flashlight niet, want dat verraadt mijn spot. Een scope is altijd handig. Suppressor natuurlijk, want dan weet de politie niet waar je loopt. En grip erop, plus natuurlijk de mooie army tint, zodat we een beetje niet zo heel erg opvallen. Minigun? Dankjewel. Dankjewel. Army tint erop. Hoppatee. Minigun hebben we ook. Hier moeten we nog even ammo voor kopen. RPG, die hebben we al. Even wat ammo hiervoor halen allemaal. Oké. Light machine gun. Extended max erop. Scope erop, een army tint. Ik wil eigenlijk nog wel een light machine, dus pas deze ook maar meteen. Huppeteen, dan hebben we er twee. Sniper rifle, dat is altijd handig. Dan pakken we gewoon deze sniper rifle. Dan zetten we namelijk dan een silencer op, zo. Scope die staat er al op. En de army tint staat er ook al op, nice. Zo. Ik denk dat we wel genoeg hebben. Heimond! Heimond! Ik vermoord je zo meteen. En de pistools hebben we wel genoeg. Deze gun, die moeten we nog wel. We mogen natuurlijk niet zomaar iemand vermoorden. Knife erbij, nightstick erbij. We gaan even wat granaatjes kopen. Sticky bombs. Zo, granaatjes erbij. Zo, deze stomme teargas waar je niks aan hebt erbij. Toch genoeg geld.
En nog eventjes zo. Meneer, dank u wel. Ga lekker voor me klappen. Jij hebt weer geld verdiend, maar ik wil het wel graag terug. Dus ik kom terug. Kijk, ik doe net alsof ik wegloop. Niks in de hand, weet je. Dan denkt hij van, ah, lekker, ik heb weer geld erbij. Even wachten tot de helikopter over is gevlogen. Even wachten, want er vliegt een helikopter. Rustig aan. Ik weet niet waar die vliegt. Oh, daar. Hoi, politie. Niks aan de hand hier. Vlieg maar door. Okidok, hier gaan we. Pakken eventjes een nieuw wapen met de suppressor erop. Ja, hier staat de suppressor op. Army tint erbij. Hij ziet niks. De deur is nog dicht. Maar ik weet waar hij staat. Want hij staat namelijk daar. Let's go. Oké, snel de bank. Oh, kut. Hij leeft nog. Serieus? Hij leeft nog. Hij schiet nog steeds. Oh. Holy shit, ouwe. Jij gaat ook niet dood. Oké, give me your money. Ik heb geen politie achter me. Niks aan de hand. Helikopter komt terug. De helikopter komt terug. Weg, 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 weg. In mijn skeren auto. Weg. Weg, 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 weg. Ik weet wat we nu moeten doen, want er hangen hier sowieso videocamera's. Is wij moeten eventjes deze auto gaan ver... Serieus? Hier gaat mijn godverdomme mooie auto, man! Ik ben nu ik ben weer boos. Ik ben gewoon weer boos. Godverdomme. Vent, die staat hier gewoon illegaal geparkeerd, dus... Fuck jouw hele auto, man. Oprot hier, though. Oké. Okay. Wat wij dus moeten doen is, we moeten deze mooie, mooie auto gaan verkopen. Want daar krijgen we wat geld voor. En we staan nu natuurlijk geregistreerd op dit kenteken als een auto die is betrokken bij een wapenoverval. Dus we moeten even zorgen dat we dit ding gaan verkopen. We hebben wel drie politie achter ons aan. Shit! Shit, shit, shit. De achtervolging wordt nu al gestart. Dit is niet fijn. Dit is niet fijn. We moeten nu eerst de politie zien te ontlopen hier, oh. Oh, shit. Wie's idee was... Ah! Wie's idee was dit? Hij mag nu kapot. Ik vlieg recht die helikopter in. Ik moet de andere kant op. Ik moet de andere kant op. Fuck die. Oh, nee. Nee, 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 nee. Jij gaat eraan, jij gaat eraan, jij gaat eraan. Fuck off, echt waar. Fuck off. Die voor je. Moest je maar niet bij me in de buurt komen. Weg hier. Ik moet mijn sticky bombs wel een beetje bewaren. Aan de kant! Wow. Anders ben ik zo meteen de lul, want dan heb ik geen sticky bombs meer. Oké, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Aan de kant, politieauto, anders word je ook opgeblazen. Oh, kut, die vent moet dood, die vent moet dood! Are you kidding me? Waarom rij jij hier, fucking security agent? Rot toch op! Ik hoop niet dat ik in de gevangenis kom. Ik heb niks gedaan. Ik was gewoon een burger in een auto. Ik heb niks gedaan. Yes! Ik zit in de gevangenis. Woo! Dankjewel politie van GTA. Oké, we zijn weer bij het ziekenhuis. We zijn $5000 kwijt. Want waarschijnlijk moest ik gereanimeerd worden of zo. Want ja, heb ik nog brandwonden? Nou ja, ik zie er toch niet uit. Dus dat maakt niet uit. Oké. Niks aan de hand. Mijn pak die heb ik ook nog. Maar nu zijn we wel... Dat was mijn mooiste auto ooit. Maar ik ben rijk. Je ziet het aan mijn pak. Ik ben rijk. Dus we gaan even een auto kopen. Internet. We gaan even een auto kopen. Dat is nu wel de bedoeling namelijk. Oké. Travel and transport. We moeten eventjes eerst een mooi autootje kopen. Oké. Gewoon een mooi sexy autootje. Die niet opvalt bij de politie. Gewoon een beetje normaal. Een Mustang hoef ik niet. Gewoon een beetje normaal autootje, jongens. Veldshirt, die hoef ik allemaal niet. Een baller, motors. Motors is helemaal niet handig natuurlijk. Ik denk dat we toch echt moeten gaan voor gewoon een Prius. En we moeten voor een Prius gaan. Moeten we wel natuurlijk wel pimpen, want anders zijn we zo meteen de lul als we de politieachtervolging inzetten. We maken hem geel, want we zijn een banaanauto. En hoppatee. Oké. We hebben een autootje. Daar gaan we. Wat we nu nog meer nodig hebben, is een tank. Waarom? Zodat we de politie kunnen gaan vermoorden. Dus die hebben we sowieso nodig. Oké. Een tank is ook in onze inventory neergezet. Hebben we nog wat nodig? Dat is eigenlijk alles. Een auto en een tank, dat is al. Oké, nu moet ik mijn tank gaan ophalen. Thank you for your order, Mr. Phillips. Your new bla 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 has been delivered to your garage. Okidoki, die gaan we ophalen. We gaan ons een beetje aan de regels houden, niks aan de hand. Ja, je hebt me aangeraakt, het is nu mijn auto. Dankjewel, mevrouw. Hoppatee, voor het ziekenhuis. We hebben niks gedaan. Ja, lala, weg hier, bye bye. Oké, nu moeten we naar mijn garage toe, want ik moet mijn auto ophalen. Ik weet ongeveer waar de garage zit uit mijn hoofd. Het is ook wel een mooie auto, man. Deze Range Rover-achtig ding. Holy shit, het is ook een sexy auto. Oeh. Waarom gebruiken we deze niet gewoon? Er zit hier toch een pimpstaak. We gaan gewoon deze gebruiken. Mijn Prius, die bewaren we wel als backup, man. We gebruiken gewoon deze. Deze ziet er veel mooier uit, man. Kut Prius. Oké, we pimpen deze wel.
moet een beestje onopvallend maken, maar ook weer opvallend. Omdat we natuurlijk wat zaken gaan overvallen. Dus kom maar op. Een Obi Rokoto. Alright, armor even helemaal upgraden. Oh, kut. Nu heb ik geen armor erop gezet. Sorry. Brakes upgraden. Engine upgraden. Horn. Prachtig, ik vind hem goed. Lijst erbij. Kenteken natuurlijk black and yellow. Oké, we kunnen hem even overspuiten. We maken hem sowieso classic. En dan moeten we even kijken. Black, dat is te opvallend, want dat is een beetje maffia-achtig. Als je ook nog eens de ramen natuurlijk zwart maakt. Dus we moeten met een wat vrolijkere kleur, maar niet te vrolijk. Even kijken, rood, dat is te opvallend. Dit is op zich... Op zich is dit niet maffia-type, maar ook weer niet te opvallend. Dus ik ga voor deze, wine red. Die vind ik wel mooi. Oké, dan kunnen we nog een... Suspension erbij doen. Transmission erbij doen. Turbo erbij doen. Alles gewoon erbij. Oké, wheel-type moeten we ook bij nadenken. Niet te opvallend, maar wel fucking mooi. Niet te opvallend. Oeh. Diamanten wielen. Iedereen wil dat. De color erbij natuurlijk. Hebben ze ook wine red, hero? Hebben ze ook wine red, jongens? Ze red. Wine red. Oh, wat een kut zaak, hero. Oké, dan maken ze wel gewoon mooi zwart natuurlijk. Wiel accessoires, bulletproof tires is nodig. Custom tires is ook nodig. En black smoke, dat moet altijd natuurlijk erbij. Zo, windows nog even zwart maken, zodat ze me niet kunnen herkennen. En that's it, man. Oké, we hebben onze auto. Dat is één. Nu moeten we op zoek naar zaken. En nu moeten we ze gaan overvallen. Dus dit gaat leuk worden. Kijk, hier staat dezelfde auto. Die van mij is veel mooier, man. Hier, kijk eens het verschil. Hier. Prachtig. Het is nog een Audi ook. Kijk maar aan de achterkant. Oké, hier gaan we, man. Winkels overvallen, geld verzamelen. En hoop ik dat we het... Ik heb niks gedaan! Ik krijg politie achter me aan! En hij knalt tegen mij aan! Wauw! Wauw, de politie van dit spel zuigt. Nu ga je eraan ook. Jij knalt godverdomme tegen mijn gloednieuwe auto aan. Kom maar hier, bitch. Ik help je, dief. Ik help je. Hey politie, wat ga jij doen? Politie, wat ga je nou doen? Je hebt een sticky bom op je achterraam zitten. Oh, hij gaat remmen. Oh, wat doe jij? Kom maar, gassen jongen, gassen met die op. Ik moet hem op het goede moment laten oploffen. Hier komt een andere politieauto aan. Ja, ga naast elkaar staan, ga naast elkaar staan. Ga naast elkaar staan. Ze stappen uit! Attack! Kom hier, ik help de boef, ik help de boef, ik help de boef, ik help de boef. Ik help je vriend. Stap maar weer in, stap in en rij weg. Weg, 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 weg. Oké, zet de achtervolging in. Witte auto, die moeten we verdedigen. Kom aan, pak je wapen erbij. De witte auto moeten we verdedigen. Gassen dan. Gassen, vriend. Go, go, go. Rij nou door, maat. Ik probeer te helpen, hier. Rijden. Are you fucking kidding me? Rij eens door dan. Kijk uit. Er zit een stickerbom op. Rij door, rij door, rij door. Niks aan de hand. Gassen, gassen, gassen. Achter me rijdt ook een politieauto. Stickerbom. Kut, volgens mij is die mis. Oh, wat doe jij, witte auto? Fucking mongol. Rij door. Ik help je, hero. Er zit ook een stickerbom op. Ik ben de witte auto kwijt. Hij rijdt nog steeds naast me. Naar rechts. Volg mij. Of ga je eigen gang? Hij volgt mij, lekker. Een bus, de bus. Oh, waar de fuck gaat die sticky bom naartoe? Hoppatee, weer een politieauto eraf. En ik ben de witte auto kwijtgeraakt. We moeten het nu zelf doen. We staan er alleen voor. Oh shit, we hebben vier politie achter ons aan. Dit was niet de bedoeling, maar ik heb wel eventjes een boef geholpen om te ontsnappen. Dus nu zijn we wel de lul. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Weg hier, weg hier. Niks aan de hand. Uh-oh. Kut, 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 kut. Oké, weg hier. Niks aan de hand, niks aan de hand. Gewoon weg hier. Politie. Oeh, we hebben de FBI alweer achter ons aan. Kijk uit, jongens. We hadden geen armen nodig, dat had ik gezegd. Maar dat was misschien niet het allerhandigste ideetje wat ik ooit heb verzonnen. Oké, over de weg. We zijn weer op de weg. Kijk uit! Weg hier, weg hier, weg hier. Volgens mij staat mijn tank op het airport. Dus we moeten naar het airport toe. Oh, die gaat heel scheef. Oh, fucking volleybal net. Oh, je bent veel te sterk, man. Volleybal net is van metaal gemaakt, joh. Oké, weg hier, man. We moeten op naar de vliegbasis. Om onze tank te kunnen pakken. Om een helikopter of een vliegtuig te pakken om weg te gaan hier, oh. Oké, hier gaan we. Weg hier. Kijk uit voor de paal. Oké, go, 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 go. Holy shit. Stickerbom erbij. Die ging heel scheef. Alweer. Oké, kut, 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 kut. Fuck jou, vriend. Weg hier.
Oh, kijk uit met je mooie auto. Het was een mooie auto, kan ik beter zeggen. Kijk uit voor de spijkerman natuurlijk, want dan wil je niet doorheen rijden. Tada, bye bye. Oké, we moeten hier naar rechts. We moeten hier naar rechts. We moeten hier naar rechts. Oh my god, dit ding is echt verrot. Ik ga mijn Prius pakken zo meteen. Ik ga mijn fucking Prius halen, denk ik. Oké, schijt eraan. We gaan hier over de parkeerplaats. Ik hoop niet dat hij dood loopt, want dan ben ik de lul. Oké, go, 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 go. Aan de kant. Go, go, go. Kut, kut, kut. Is hier een vangdeel in het midden? Oh. We hebben nu twee helikopters achter ons aan. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Oké, gassen met die af. Gassen met die af. Door het hek heen. Bam. Door het andere hek heen. Bam. Autootjes opblazen. Hoppatee. Snel, 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 snel. Go, 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 go. De Prius die is al helaas al weggehaald door de politie. Dus we gaan rijden gewoon door. Oprot hier, oh. Op naar de rechterkant. Op naar de vliegbaas, als ik nog weet waar die is. Ik ga uit voor de FBI! Holy shit. Holy shit. Dit is niet fijn wat hier gebeurt. Rechterkant op, rechterkant op. We gaan goed hier, oh. Hey, vriend. Ik vind het heel sorry, maar het moet toch echt even. Zo. Dat was afleidingsmethode, want nu gaan ze die mensen helpen. Holy shit! Houston, we have liftoff. Draai, 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 draai. Motherfuckers, motherfuckers. Ik zit vast, ik zit godverdomme. Are you kidding me, jongen? We hebben nog ineens een winkel overvallen en we zijn al dood. Hebben we nog ineens iets kunnen doen? Die politie is veel te goed hiervoor. Ik had toch mijn Prius moeten gebruiken. Ik had toch mijn fucking Prius moeten gebruiken. Niet zo slim van me, hè? Had ik nou maar mijn Prius. Had ik nou maar mijn Prius. We gaan onze Prius gewoon nog steeds ophalen. Fuck die shit. Oké, we proberen nog één keer in de Prius deze keer. Hé, we leven weer gelukkig. Oké, Prius tijd. Het gaat ons lukken, man. Is dit mijn Prius? Nee, dit is niet mijn Prius, dit is een andere auto. Ik wou mijn Prius hebben, jongens. Mijn Prius die moet als het goed is hier binnenin staan. Dus die gaan we even ophalen. Shit, man. Oké. Even zorgen natuurlijk dat wij een autootje zien te krijgen. Hallo mevrouw, meneer, wat zit erin? Oh, allebei. Ik wil graag jullie auto hebben. Dus als jullie nou eventjes gewoon meewerken, dan hoef ik jullie niet te stunnen. Die voor je. Die vet, die hebben gewoon een... Motherfucker, ik heb jullie niet vermoord. Ik heb jullie alleen getased. Hij heeft gewoon een fucking wapen in zijn hand, die retard. Oh my god, wat een debiel. Ik wil alleen je auto hebben, man. Mensen, mensen, mensen. Waarom heeft iedereen een wapen? Oké. Okay. Hebben ze getased, hebben ze niet vermoord, dus dan is er nog niks aan de hand. Dat taserwapentje werkt toch goed ook, man? Holy shit. Oké, op naar de linkerkant hier, oh. Dan gaan we onze Prius ophalen. Het is onze laatste poging om wat winkels te overvallen, want dit gaat niet goed namelijk zo. Okidoki. Poging nummer 3.000 triljoen. Hier gaan we. Onze mooie, mooie Dundrary. Sorry, ja, je switcht zomaar van baan, maat. Je moet wel je knipperlicht uitdoen. Er komt de ambulance aan. Oh, de politie zelfs. Oké, okay, zo. Even inparkeren. Zo. Hoppatee, omdat je op mijn schoot maakt, je auto nog even wat verder kapot. Zo. Oké. Okay. Op naar de garage en dan onze Prius pakken als die er staat. En dat hoop ik natuurlijk wel. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat die er staat. Oké, okay, kom op, Prius. 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 Alsjeblieft, laat hem er staan. Yeah, baby. Woo. Let's fucking go, jongens. Moeten we natuurlijk wel eventjes een beetje pimpen. Want als we nu een kogel in onze banden krijgen, dan zijn meteen onze banden kapot. Dus we moeten hem even snel pimpen. Even wat beter maken, even wat sterker maken. En that's it, man. Waar is ook weer de pimp shop? Hier, oh. Zo, oké, okay, here we go. We moeten wel helemaal omrijden voor deze pimp shop. Want volgens mij kan je niet rechtdoor namelijk. De waypoint geeft het ook aan. En hoor deze motor, man. Hoor die motor broeien dan. Hoor hem gaan, jongen. Dat is niet normaal meer. Deze auto gaat het doen. Deze auto gaat het doen. Ik voel hem gewoon nu al. Hoor die motor. Hoor die fucking motor. Oh, deze motor is zo sexy. We gaan het gewoon proberen. Ik wil niet met een omweg rijden, jongens. Ik wil er gewoon recht op af. Want ik weet dat die pimpzaak... Ja, we rijden nu goed. Die pimpzaak zit namelijk hier onder deze brug ongeveer. Dus we komen er nu wel ongeveer bij uit. We kunnen hier niet van de brug afspringen, helaas. Maar we komen er nu wel. We komen er wel. Ik ben een beetje verkeerd gereden, maar dat maakt niet uit. Oké, hier zo meteen naar rechts. Remmen, naar rechts. Sorry, sorry. Het is toch een Prius kan alles aan. Hier, ik vermoord gewoon iemand in mijn Prius en ik leef nog. Wat wil je nog meer, man? De beste auto in de wereld. Kiek hem gassen dan. Hier, mip, mip. Tjokke, tjokke, boop, boop.
Zit er als het goed is ergens een gat in de vangrail of niet? Ah, ik kom er zo toch ook wel. Uh-oh. Ja, jongen, hou je bek, joh. Kijk, mijn motor zit er dan. Dat is toch niet meer normaal hier, oh. En iemand hier heeft hulp nodig. Zal ik jou even helpen dan? Ik vertrouw het alleen voor geen ene zak. Ja, ik kan je wel helpen, maar... My friend is hurt. Ik pak mijn wapen erbij. Kom maar. Go, go, go. Ga naar binnen. Waar moet je naartoe? Zo, jij rent ook snel. Wow. Kijk hem rennen. Oh, kijk hem gaan. Go, 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 go. Fuck jou, hoer. Oké, nu snel weg hier. Snel weg, snel weg, snel weg. Ik wilde er helpen, maar opeens ging ze weer rennen, omdat ik een wapen in mijn hand had. Het is wel zo logisch dat ik een wapen in mijn hand heb, als je vriend hulp nodig hebt. Want wie weet staat er wel iemand bij die ik moet vermoorden. Oké, snel weg hier voordat de politie komt. Go. Die politie is wel echt snel, man, in dit spel. Ik heb net iemand vermoord en ze komen nog ineens achter me aan. Oké, snel hier naar binnen. Aan de kant. Huppatee. En dan gaan we onze Prius pimpen, man. Holy shit, dit ding kan niet sturen. Er moet wel wat betere versturing in, jongens. Oh my god. Ik reed 20 km per uur en ik crash zo uit de bocht. Terwijl die bocht nog groot was ook. Oké, hier zijn we. Ik ben weer terug. Je moet hem alleen even wat mooier maken. Dat kan waarschijnlijk toch niet met dit autootje. Maar we kunnen altijd ons best doen. Oké. Engine even upgraden. Hoorn erbij. Ik wil weetje. Perfect, perfect. Lijst erbij. Plate moet natuurlijk black en yellow zijn. Oké, kleurtje, dat is al goed. Geel is natuurlijk perfect. Wat lager aan de grond leggen. Turbootje erin bouwen. En de wheels. Oké, de wheels die moeten echt lowrider-achtig zijn. Met de dikste wielen die er ook maar in zitten. Kijk eens aan. Kijk. Kijk. Dat moeten wij hebben. Dan kunnen we ze ook nog eens kleuren. En het moet natuurlijk ook geel worden. Want dan past het er goed bij. Kijk eens aan, jongens. Nu zijn ze oranje. Fuck, ik wou ze geel. Hebben ze ook geel hier? Ja, kijk eens aan. Yellow hier. Perfect. Bulletproof tires natuurlijk. En hebben we yellow smoke? Kijk eens aan, man. Deze vent heeft alles wat ik nodig heb. En dat is het. Oké. Nu hebben wij de beste Prius in de wereld. En nu gaan we knallen, man. Kijk eens. Kijk deze auto dan. Hier, voorwielaandrijving. Voorwielaandrijving alles, jongen. Je weet zelf. Kijk ons gaan dan. Voorwielaandrijving. Maar ze kan hier toch mee een smiley maken. Wacht, volgens mij kan je hiermee een smiley maken. Wacht, laat me eens checken. Als je zo doet. Zo. Zo, ja, dan heb je een mond. En dat doe je eventjes zo. Let op, hè. Let op. Heb je daar de mond? Doe hier zo de ogen erbij, zo. Zo, en? Oh, mijn ogen doen het niet. Nou, anyway, het is een... perfect smiley. Perfect. Oké, wat we nu dus moeten doen, is we moeten nu een winkel gaan overvallen. Zit hier sowieso aan gunsmith. En wat ik dan doe, is ik zet altijd de route alvast naar de ontsnappingsroute. De route naar de ontsnappingsroute. Hey, jij snapt hem. Dat is hier ongeveer, bij het vliegveld. Oké. Hier gaan we. We houden ons aan de regels. We doen gewoon net alsof we gaan tanken, ja? Dat is wel een goeie. En we rijden achterin het tankstation in. Zo. Moeten we even wat voorbereidingen plegen. En dat is wat sticky bombs op deze tankstations plaatsen voor afleiding. Oké. 1. 2. En 3. Dan pak ik alvast mijn wapen erbij. En dan gaan we nu doen alsof er niks aan de hand is. En we gaan even wat geld verdienen. Hallo jongens, ik zal maar aan de kant gaan. Aan de kant. Allemaal weg hier. Go, rennen. Rennen, hier weer een kogel in je poepgat. Ah, fuck, mis. Kogel in je poepgat. Oh yeah. Oh shit, ik heb nu al politie achter me. Fuck. Kom ik. Ga nu wel in één keer dood alsjeblieft. Oké, money, dat is... Oh kut, hij leeft nog. $118 erbij. En hoeveel geld zit hierin? Hop, nee, hier zit nog 78 in. Oké, let's go. $200. Weg hier. Gewoon mijn vuist pakken en dan rennen. Want de politie komt eraan. Snel, in de Prius stappen. Go. In de Prius. Oké, let's go. Go. Weg nu. Gassen. Oké, de afleiding is voltooid. Dan moeten we hier even op de hoek gaan staan. Uh-oh. Niks aan de hand. Oké, wachten op het goede moment. Want zij gaan toch naar dat ding toe. Ja, wachten. En go! Gassen. Dat was de afleiding. Nu weg hier. Lampjes aan. Oké, weg hier. Nieuw, kikkels gaan dan. Ik ben gecrashed. Oh nee, niet. Ik krijg gewoon over het midden van de weg. Nieuw. Woehoe! Sorry, lantaarnpaal. Sorry! Dat was niet helemaal de bedoeling, meneer. Maar ik heb nog wel een granaatje voor je. Wil je die nog? Je wacht, vang die even op, alsjeblieft. En... Bingo! Oké, die heb je opgevangen. Zo, dat moest even. Het is natuurlijk niet aardig om ons zomaar achter te laten op de straat. Er moet wel eventjes in mootjes liggen. En hier gaan we, man. Oké, weg hier.
Kut, ik heb geen stungun nodig hier, hoor. Ik wil geen stungun, jongens. Ik wil gewoon een normaal wapen vast, anders gaat het weer verkeerd. Are you kidding me? Uh-oh, te veel politie hier, te veel politie hier. We nemen de snelweg, fuck deze shit. We nemen de snelweg. Oké, go. Go, 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 Priusje. Go, Priusje van me. Go, 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 go. Die is down, die is down, die is down. Ik ga zelf ook bijna down. Hoppatee. Hier, man, die Prius kan zelfs op twee fucking wielen rijden. Kijk, de kant. Toet, toet. Toet, toet. Oh my god. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. We moeten hier de snelweg weer af. Oké, weg hier. Oh. Maar aan de kant jij, kut Prius. Ik heb een vele betere Prius. We gaan springen. Go. Oh yes. Lekker Prius. Die politie haalt sowieso niet. Nee, die politie heeft het niet gehaald. Let's go. Dan moeten we hier keren, want we moeten namelijk van de snelweg af. En dat doen wij hier. Oké, okay, let's go. Ze zijn me kwijt, man. Ze zijn me kwijt. Let's go. Ik hoop niet dat een helikopter komt, want dan ben ik de lul. Want die gele kleur die valt namelijk een klein beetje op. Oké, okay, niks aan de hand. Ze zien me nog steeds niet. We gaan er recht in. We gaan er recht in, want ze staan toch met de verkeerde kant naar me toe. Fuck jullie! Oké, okay, go, 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 go. Niemand die hebben we in de gaten. Hier, kijk, hier, ik ben sneller dan die andere Prius. Kijk ons gaan. De Prius rijdt links van ons. Wij rijden naar andere. Wie is er sneller? Bitch, dat ben ik! Die voor je! Hou hem recht. Oh! Hier, Prius. Die heeft gewoon fucking een zelf controleur. En die pakt in één keer, als je gaat slippen zo. Die pakt hem in één keer weer rechtop. Oh shit, dat was politie. Sorry. Sorry, meneer. Bye bye. Zeg maar bye bye tegen je banden. Dat je toch maar bulletproof tires moet nemen. En zeg jij ook maar bye bye tegen je banden. Oké, okay, naar links. Sturen Prius. Dankjewel, auto, dat je me een beetje helpt. Uh-oh. Uh-oh, wat doe jij nou? Wat? Je steekt je middelvinger! Motherfucker, steek dus een middelvinger op. Ik moet keren, want we gaan nu de hele verkeerde kant op. Ik moet keren. Anders komen we niet bij onze ontsnappingskant uit. Hallo, politie. Bye bye, politie. Oké, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oké, we gaan nog goed, man. Hier moet je oppassen dat ik niet over de vangrail knal, want dan ben je namelijk de lul. Let's go, we hebben me recht gehouden. Woe! Gassen, Prius van me! Oké, we kunnen hier door het hek heen beuken, meteen aan de rechterkant. Dus dan moeten we daar even voor zorgen. Kijk, hier komen we, hier komen we, hier komen we, hier komen we. Prius, doe het. Let's go. Let's go. Hoppatee. Dat bedoel ik dus. Hij corrigeert zichzelf en hoppatee, je rijdt weer recht. Oké, we zijn de politie ook meteen kwijt, dus dat is mooi. Nu moeten we een ontsnappingsvoertuig gaan pakken. En de grote vraag is welke? Er staat hier zo'n klein jetje. Er stijgt een andere op. De politie is me kwijt hier, man. Dat is mooi. Ik heb geen last van de politie. Geen last van de politie. Niks aan de hand. Prius, werk. Werk mee. Werk mee, Priusje. Werk mee, jongen. Oké, hier staat niks in. Ik denk dat ik toch echt... Politie hebben door. Politie hebben door. Politie hebben door. Ik moet even hier dekking gaan zoeken. Dekking, dekking, dekking. Ze zijn me zo meteen sowieso kwijt. Oké, er komt één politieauto aan. Alsjeblieft, rijd door. Je hebt me niet gezien. Alsjeblieft. Sowieso ze hebben me gezien, sowieso. Ik rijd in een fucking gele Prius recht over het vliegveld. En dan moet ik nu zeggen dat ze me niet hebben gezien. Ik zie ze rijden, ik zie ze fucking rijden. Uh-oh. Niet hierheen komen, hij rijdt voor me. Ja, 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 ja. Rijd door. Rijd door. Rijd door. Oh. Oké, oké, oké. Wat ik nu moet doen is... Nee, jij komt niet hier naar binnen, hè? Uh-oh. Jongens. Jongens. Dankjewel. Oké. Okay. Er staan links van mij vliegtuigen. Dus als al die politieauto's nou even doorrijden... Ze rijden weg bij me. Dus deze komt de laatste aan. Dan kan ik dat vliegtuig pakken. Moet ik achteruit meteen op de landingsbaan... Huppatee, opstijgen. Ik heb maar echt een paar seconden de tijd ervoor. Oké, okay, het is nu onze kans. Nu, 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 nu. Nu. Alleen die helikopter gaat verneuken. Die helikopter gaat... Die helikopter. Die fucking helikopter. Die helikopter verneukt. Terug. Terug naar onze plek. Terug naar onze plek. Terug, 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 terug. Oké. Okay. Fuck, nu steek ik mijn voorkant uit. Oeh. Mijn voorkant, mijn voorkant. Nee, 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 nee. Rijd door. Rijd door. Ja, hij gaat nu de andere kant op. Woe! Die helikopter vliegt nog steeds cirkels boven mij, man. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. De helikopter kijkt de andere kant op. Nu. Nu. Nu, 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 nu. Als die andere politieauto mij niet door hebt, dan kan ik hem pakken.
Zie me niet. Kan ik hierin? Alsjeblieft, zeg dat ik hierin kan. Die helikopter komt eraan. Die fucking helikopter komt eraan. Zeg dat ik hierin kan. Als het niet zo is, dan vind ik niet leuk. Yes, oké. Achteruit. Ze hebben nog niks door. Achteruit, vliegtuig. Draai. Opstijgen, nu. Go. Ja, jongens, dit gaat werken. Ik kan alleen uitkijken voor die politieauto daar, oh. Politieauto aan de kant. Nu. Kom aan, ik hoop dat ik het haal met deze landingsbaan die ik heb. Opstijgbaan. Oh, het is allebei hetzelfde. Nu. Oh my god. Oh yes. Let's go, man. Let's go. En zo gaan we onze vrijheid in. Met ongeveer een verlies van $100,000. Maar daar hebben we het niet over, joh. Scheid aan die $100,000. We hebben het gehaald. We gaan nog even een rondje maken over dit prachtige, prachtige land. En zo overval je een winkel en zorg je dat de politie je niet meer vindt. Alleen in de manier waarop ik het heb gedaan, heb ik wel echt gewoon duizenden, maar ook echt duizenden dollars verloren. Maar weet je, het ging om het idee. Als die vent nou in zijn laadje bij die gunsmith ongeveer 100,000 had liggen, dan had ik hem misschien nog wel met verlies af kunnen sluiten. Maar ja, dat is helaas niet gelukt. Ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze prachtige tactiek, hoe je nou geld verdient in GTA Online. Het werkt voor geen ene zak, maar goed, het gaat om het idee. En, wow, joh, ik kan nog best wel vliegen in het ding ook. Als je hem genoten geeft, nou, je mogen het helemaal enorm. Voor meer GTA Offline, laat mij sowieso natuurlijk weten, want dat heb ik vroeger altijd gedaan. En ik vind het ook wel leuk om weer wat vaker te gaan doen, dus laat me weten. En dan zie ik jullie wel weer bij de volgende aflevering. En we gaan nog eventjes langs Fijnhoed vliegen om af te sluiten. Kikos gaan. Mip. Als ik nu crash, zal het echt één harde faal zijn, by the way. Dus ik moet even zorgen dat ik niet crash. Naar boven. Oh, Kikos gaan dan. Er komt wel een flatgebouw aan. Ga naar rechts. Ja, en nu vliegen we er zo lang, sowieso. Ja, nee. Uh-oh. Oh. Holy shit, er waren we al bijna gecrashed ook. Mensen, tot en met de volgende motherfucking aflevering. Omhoog. Uh-oh, gaan we dit halen? Ja, dat gaan we wel halen. Even, kan ik me... Uh-oh. Oh, nee! 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 Are you... Oh! Nieuw! Let's fucking go! Holy shit! Bye bye, mensen! Holy shit, die was close!